Welkom bij Pompidou. Clara's vaste afspraak met de kunst gaat naar aanleiding van de tentoonstelling Jan van Eyck, een optische revolutie, kamerbreed vanuit het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De schilder is een mythe en een raadsel, maar vooral is Jan van Eyck een kunstenaar die je ziel beroert. En daarom wilden wij voor u de perfecte rondleiding maken met curatoren en specialisten van op de grootste tentoonstelling ooit over Jan van Eyck gemaakt. Maximiliaan, wat is het een genoegen om hier samen met jou voor Adam en Eva te zitten? Ja, het genoegen is volkomen voor mij. Ja, maar laten we eens goed kijken naar dat schilderij. Je ziet die rechtervoet van Adam, die gaat wat omhoog. Die lijkt eigenlijk uit dat schilderij te willen stappen. En dat ga jij mij uitleggen, zou een en ander te maken hebben met de kennis van Jan van Eyck van de geschriften van Plinius. Dit leidt ons ver. Ja. Die voet die uit de lijst komt, wordt trouwens al in de 16e eeuw becommentarieerd en gaat effectief terug op een verhaal wat Van Eyck heeft gelezen bij Plinius over de hofschilder van Alexander de Grote, Apelles. Apelles had namelijk een portret gemaakt van Apollo, of van Alexander de Grote als Apollo, waarbij hij in zijn hand een bliksemschicht heeft. En die bliksemschicht leek in de ruimte van de toeschouwer te komen. Nu, illusionistische effecten waarbij, zoals die voet die uit de lijst treedt, maar ook het boek van een van de profeten bij de Annunciatie en dergelijke meer, heette men het Apelles-effect, precies om die reden. En Van Eyck heeft altijd een bijzondere verbondenheid gevoeld, waarschijnlijk met die grote figuur Apelles, die bekend stond als de kunstenaar, de enige kunstenaar uit de klassieke oudheid, die ooit de natuur had geëvenaard. Ja, en Jan van Eyck dacht, ik kan hetzelfde. Als ik kan, dacht hij. Ik durf dat een beetje interpreteren van ik doe mijn best om Apelles te evenaren, ja. Misschien wat te overtreffen. Ja, het is wel gek, hè, want Jan van Eyck wil zich graag meten met zo iemand als Apelles. En zijn mecenas, zou je kunnen zeggen, of de man die toch heel wat werk bij hem bestelde. Hij was de hofschilder van Philips de Goede, die deed hetzelfde met Alexander de Grote. Dus er waren eigenlijk twee linken. Ja, er is dus een zekere cultus rond de negen helden aan het hof. Dat zijn beroemde voorbeelden uit de geschiedenis, uit de klassieke oudheid, de Bijbelse geschiedenis, de vroeg-middeleeuwse geschiedenis, en Karel de Grote, Karel Martel, maar ook uit de klassieke, voornamelijk Alexander. En Alexander, dat is de figuur waar Philips de Goede zich mee identificeert, rond wie hij een stuk van zijn persoonlijke iconografie en eigenlijk politieke propaganda uitbouwt. Hij bestelt dus wandtapijten, reeksen over het leven van Alexander, verluchte handschriften, allemaal om zich voortdurend natuurlijk met die Alexander te vergelijken. En nu is het natuurlijk interessant dat Jan van Eyck als een soort parallel zichzelf vergelijkt met hofschilder van Alexander de Grote. Ja, en dat is onze vriend Apelles. We moeten ook verwijzen, Maximiliaan, naar een boek van een Bartolomeo Fazio, Diviris Illustribus, dus een boek over heel beroemde mannen. Een boek uit 1456, dat betekent dat Jan van Eyck eigenlijk heel snel een mythe is geworden als hij al in dit soort van literatuur voorkwam. Ja. Dus Bartolomeo Fazio werkte aan het hof in Napels. En de koning van Napels bezat een belangrijk werk van Van Eyck. Het zogenaamde Lomellini-altaarstuk of triptiek, wat spijtig genoeg verloren is gegaan. En hij noemt, dus Fazio noemt Van Eyck de belangrijkste kunstenaar van zijn tijd. Hij stelt dat hij
zeer goed op de hoogte was van de letteren. En als humanist bedoelt hij natuurlijk de klassieken. En hij geeft daar zelfs een voorbeeld van. Hij had Plinius gelezen. Plinius, uiteraard, de Historia Naturalis. En wat heeft hij dan gelezen? Ja, het boek dat handelt, boek 36, dat handelt over de grote schilders uit de klassieke, voornamelijk de Griekse oudheid. Daarnaast zegt Fazio ook dat hij een groot kenner was van geometria. En de andere artes die bijdragen tot de glorie van de schilderkunst. Dus die Fazio schrijft 15 jaar na de dood van Jan van Eyck al. Het is eigenlijk de eerste literaire bron die we kennen over hem. Goed, die Fazio die beweert dat. Maar wat kon van Eyck nu zo interessant gevonden hebben aan Plinius? Wat heeft hij daar uitgehaald? Wat heeft hij precies toegepast? Wel, volgens mij. Het gaat natuurlijk over de geschiedenis van de natuur in zijn. En het is een natuurwetenschappelijk traktaat, heel, heel uitvoerig. En Jan van Eyck was natuurlijk geweldig geïnteresseerd in alle natuurlijke fenomenen die hij observeert. Maar één zaak zal hem vooral getroffen hebben, dat is het leven van Apelles, dat in groot detail wordt beschreven. En uiteraard ook andere kunstenaars uit de Griekse oudheid. Maar vooral die Apelles, die dus bekend stond als de kunstenaar uit de klassieke oudheid die de natuur had geëvenaard. Ja, en dat wou hij ook natuurlijk. Hè. Laten we nog eens kijken naar een portret dat jullie haalden uit de National Gallery, Maximiliaan. Dat is gewoon een portret van een man, maar het heeft nog twee namen, Léa Souvenir of Timotheus. Wat wil jij mij daarover vertellen? Wel, een oudere theorie van de Amerikaans-Duitse kunsthistoricus Erwin Panofsky legt die inscriptie Timotheus eigenlijk uit als enige. Timotheus betekent in het Grieks vrees God, maar eigenlijk was dat daar te doen. Hij zegt, Timotheus is een referentie naar Timotheus van Milete, de hofmuzikant van Alexander de Grote. En bij uitbreiding is dit dus een portret van Gilles Binchois, de grote polyfonist aan het hof van Philips de Goede. En terug een referentie naar die Alexander-cultus. Ja, dan denken wij natuurlijk, het kan niet waar zijn. We hebben eindelijk een foto van die man. Bent u er echt zeker van die theorie? Ik heb geen betere theorie gelezen die de inscriptie Timotheus verklaart. Ja. Er zijn bezwaren tegen die theorie. Als muzikant houdt hij bijvoorbeeld geen partituur vast, hè, wat men zou kunnen verwachten. De andere voorstellen tot identificatie kunnen mij niet overtuigen. Ja. Kan je nog wat andere werken opnoemen, Maximiliaan, die eigenlijk echt kunnen illustreren dat van Eyck Plinius had gelezen en heel zijn fascinatie voor die Apelles eigenlijk toepaste? Waar zien we dat nu het meest in zijn werk? Plinius heeft het in verband met Apelles over onafgewerkte werken die hij zeer bewondert. De Barbara uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is een onafgewerkt werk die zich toch als een soort juweel presenteert. Hè. De keerzijde is beschilderd en zo verder, maar toch is het onafgewerkt. Zou eventueel referentie kunnen zijn naar die fascinatie voor het onafgewerkte kunstwerk. Een ander voorbeeld, de Annunciatie in de Thyssen-Bornemisza-collectie in Madrid, toont ten eerste, de sokkel van de engelen en van Maria komen net op illusionistische wijze uit de lijst. En de engel of de vleugel van de engel komt ook net uit die lijst terug, het zogenaamde Apelles-effect. En hij schildert in een zeer beperkt palet van vier kleuren, oker, rood, wit en zwart.
Dus als grisaille, zeggen we eigenlijk. Maar dat is nu precies ook iets wat Plinius aanstipt als een van de grote kwaliteiten van Apelles, namelijk dat hij met een zeer beperkt palet en toevallig net die vier tonaliteiten schilderde. Dus dat lijkt mij toch geen toeval dat er een referentie in, naar die kennis zit. En we moeten die referenties beschouwen ook als aanleiding om te discussiëren over die stukken onder mensen die de antieke teksten kenden. Als we nu kijken naar de opdrachtgevers van het Lam Gods, ja, meer realistisch kan je mensen uit die tijd, denk ik, je niet voorstellen als je kijkt naar Joost Feiten, zijn echtgenote. Is dat ook Plinius? Is dat ook Apelles die een rol gaan spelen? Absoluut. Plinius begint zijn boek over de kunst van de Griekse oudheid met eigenlijk een klaagstang over de toestand van de sculptuur. Hij zegt dat hij betreurt dat men niet meer op een naturalistische manier, zoals vroeger, Plinius is geschreven eerste eeuw na Christus, en op een naturalistische manier de geportretteerde uitbeeld. En we kennen effectief uit het einde van de Republikeinse tijd, begin van de keizertijd, dus na 200 jaar eerder, zeg maar, een zeer realistische tendens in de portretkunst, de Romeinse portretkunst, wat men het verisme noemt. Waarbij gelaatsvervormingen, tekenen van ouderdom, tekenen van verval, zeer nadrukkelijk werden weergegeven. Nu, dat is ook wat Van Eyck in zijn portretten doet. Hij idealiseert nooit, hij toont precies, zo precies, ziekte tekenen dat men nu een diagnose, een medische diagnose kan stellen. Dus dat is ongetwijfeld ook een referentie naar wat Plinius ophemelde als het absolute summum van portretkunst. Dankjewel, Maximiliaan. Graag gedaan.